beste bewoners of toekomstig bewoners van Klaverveld. Van harte welkom bij deze digitale rondgang door uw nieuwe woonwijk. Mijn naam is Jeffrey Beenhouwer, ik ben projectleider bij de gemeente Vlissingen en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Klaverveld. Velen van u heb ik mogen ontmoeten op een van de meedenkbijeenkomsten die we de afgelopen maanden en jaren hebben gehad, waar heel waardevolle input is vergaard voor de ontwikkeling van Klaverveld. Idealiter had ik ook op dit moment weer zo'n bijeenkomst georganiseerd, waarin we u weer mee hadden genomen met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Helaas, de omstandigheden zijn er niet naar om met z'n allen samen te komen. Dus vandaar dat we het op een digitale weg gaan proberen. Ik ga u meenemen de wijk in. Ik ga een rondje lopen over de Zomaag, de Bellefeur en de Kershagen. En ik vertel wat over de stand van zaken zoals die nu is, eind mei 2020. Ik sta bij de verschillende onderdelen wat stil en ik verwijs u ook nog door naar de website www.vlissingen.nl/klaverveld fase 1, waar de informatie ook weer terug te vinden is. Ik ga op pad, ik loop eerst de Zomaagd in, dus als u meeloopt zou het ontzettend leuk zijn. Het is een prachtige avond, dus stil maar zonnig zoals we er al zoveel hebben gehad. Eerst de Zomaagd in. De Zomaagd wordt zoals u bekend is aangelegd middels een karrenspoor. Dus dat betekent dat een deel van de bestrating van de Zomaagd eigenlijk open blijft voor gras en groen om erheen te groeien. Daarmee ontstaan meer mogelijkheden voor biodiversiteit om zich te ontwikkelen. En ontstaat er ook een veel groener karakter van die openbare ruimte. Dat groene karakter van de openbare ruimte komt ook weer terug in de brede oevers, zoals die er zijn, in aansluiting naar de wijk West-Soeburg, hier achtergelegen. Daar staan nu nog bouwmaterialen op, dus dat kunnen we nog niet inplanten. Wij maken daar nog een ontwerp voor. Bureau Ruimte en Groen heeft daar voor ons de opdracht voor gekregen. Dus daar gaan we hier een hele mooie oever van maken. Fraaie beplanting, ruimte voor ecologie. En daardoorheen komt een gemaaid pad te lopen, zodat het niet alleen prettig is voor de beestjes en voor het groen, maar dat het ook gewoon heel plezant is om doorheen te lopen. Aan deze kant, dus aan de kant van het water, komt ook de openbare verlichting te staan. Op een aantal plaatsen is die al neergezet, maar die wordt nog uitgebreid op het moment dat Klaverveld fase 1 woonrijp gemaakt gaat worden. Inmiddels ben ik bijna aangekomen bij het pad wat de Zomaagd verbindt met de Kershagen. Er staat inmiddels een hele grote kraan. Er wordt immers nog gewerkt, dus dat is alleen maar hartstikke goed. Ik ga even aan de kant. Kijk, wellicht een toekomstige bewoner van deze mooie wijk. Dus er komt nog een plan voor de inrichting van de oevers. Ik hoop dat vlak na de zomer met u te kunnen delen. Dus daar hoort u nog van hoe dat eruit gaat zien. Aan de kant van de woningen komt een trottoir te liggen. Dat trottoir wordt aangelegd met een heel mooi gebakken materiaal. Dus echt een toch wel een mooie luxe uitstraling voor de trottoirs in deze wijk. En ook mooi aansluitend bij het groene karakter van de straat. We lopen door. Inmiddels zijn op dit deel van de Zomaagd de eerste woningen opgeleverd. Dus her en der zie ik dat mensen al wat aan het klussen zijn in hun woningen. Dus dat is alleen maar hartstikke mooi om te zien dat mensen meteen beginnen en veel zin hebben om hier de wijk in te trekken. Zodat er echt leven ontstaat. Zorgen de bewoners niet voor leven, dan zijn er altijd wel anderen die voor leven zorgen. Dat zorgt ook voor een dynamische wijk, zullen we maar zeggen. Ik ben hier inmiddels aangekomen bij de bocht in de Zomaagd. En hier achter mij, daar ziet u de plek waar een brugje aangelegd wordt. Een fiets- en voetgangersbrugje. Dat wordt aangelegd in het kader van het woonrijp maken van Klaverveld. Aanvankelijk zou ik dat doen als afronding van het woonrijp maken. Dat zou betekenen dat het brugje in het voorjaar van 2021 aangelegd zou worden. Maar op verzoek van bewoners hebben we gekeken of het mogelijk is om dit naar voren te halen en sneller te realiseren. Dat is gewoon buitengewoon prettig, omdat er behoorlijk wat bewegingen zullen zijn naar dat deel van West-Soeburg. Er staat een school, of er zijn veel scholen. Een schoolroute is aantrekkelijk. Dus wij hebben besloten om het bruggetje wat de Zomaagd verbindt met de Westerbaan aan de andere kant, om die versneld aan te leggen. De opdracht daarvoor heb ik deze week getekend. En
daar komt hij te liggen. En de ambitie is om het brugje direct na de zomervakantie in augustus te gaan plaatsen. Zodat hij in september gereed is om gebruikt te gaan worden. Dus dat is volgens mij heel mooi dat dat op zo'n korte termijn gaat gebeuren. We lopen door de bocht om. Dit soort hoeken aan het water, daar wordt bij de inrichting wordt daar extra aandacht aan besteed straks. Zodat dit gewoon hele prettige, leuke plekken worden om te verblijven, om te spelen of gewoon om te genieten van het groen tijdens een mooie wandeling en ook een mooie avond door Klaverveld. Inmiddels loop ik in de richting van de Kershagen. Er wordt op dit deel nog behoorlijk hard gebouwd aan de verschillende woningen. Zoals deze vrijstaande woning op de hoek van de Kershagen met de zomeracht. Hier ook de keten van de verschillende aannemers. Ik loop zo meteen rechtsaf. En rechtsaf loop ik eigenlijk Klaverveld fase 2 in. Als gemeente zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor Klaverveld fase 2. Dat moet net zo'n mooie, groene, leuke wijk worden als Klaverveld fase 1. Ongeveer met evenveel woningen. Tussen de 75 en de 80. En ook verbonden met een brug. De bruggen. Die worden op dit moment uitgewerkt, die hier komen te liggen. Dus die echte verbinding gaan vormen tussen Klaverveld fase 1 en 2. Daar willen we ook wel echt bijzondere elementen van maken. Zodat die bruggen wel echt in het oog springen in Klaverveld. Ik sta inmiddels aan de andere kant van het water, zoals u ziet. Bij de keten van Vraaien. En op deze locatie worden de ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Er wordt op korte termijn een ondergrondse afvalcontainer geplaatst bovengronds. Dat is de container voor het inzamelen van restafval. Een andere container wordt verderop aan de Kershagen geplaatst. Daar kom ik later nog op terug. En op termijn wordt hier ook een ondergrondse container geplaatst voor papierinzameling en voor de inzameling van plastic. Dat zullen wij mee laten lopen met de ontwikkeling van Klaverveld fase 2. Dat brengt mij op de afvalinzameling. Hoe gaat dat gebeuren? Iedereen krijgt in Klaverveld een groene bak voor de inzameling van zijn groente, fruit en tuinafval. Die wordt eens in de twee weken opgehaald. U ontvangt daar nog meer informatie over. Middels een brief op het moment van oplevering of vrij kort na de oplevering. De kliko-bak wordt dan bij u geleverd. De groene kliko-bak. En dan kunt u daar gebruik van maken. En daar wordt opgenomen in het afvalschema. Daarnaast zullen we ook zwarte containers uit gaan reiken voor de bewoners aan de Vrijburgstraat. Zij zullen geen gebruik hoeven te maken van de collectieve ondergrondse afvalcontainers die hier in Klaverveld fase 1 worden geplaatst. Omdat daar de loopafstanden dan behoorlijk groot voor worden. Dus er is voor gekozen om hen ook een zwarte kliko-bak te geven. Zodat zij daar hun restafval in kunnen inzamelen. Wat ook weer volgens de reguliere tweewekelijkse cyclus opgehaald zal worden. En op termijn dus ook de mogelijkheid om in Klaverveld plastic en papier in te zamelen. Net aan de andere kant van de brug in Klaverveld fase 2. Ondergrondse containers, zoals het er nu naar uitziet, niet werken met pasjes. Dus die zijn vrij door u te gebruiken en die worden geleegd op afroep. Dus als ze vol zitten, dan gaan wij ze legen. En dan is de container weer klaar om te gebruiken voor de volgende stortingen. Inmiddels loop ik op de Bellefleur. Ook dit deel wordt aangelegd met het karrenspoor. Aan deze kant ook weer de brede oever, waar dus nog het inrichtingsplan voor gemaakt wordt. Dit deel van Klaverveld zijn een aantal bewoners al enkele maanden geleden Klaverveld betrokken. Dus die zullen ook uitgewoon blij zijn dat de nieuwe bewoners op korte termijn zich bij hen zullen voegen. Ik ben nu bij het parkje op de Bellefleur, hier achter mij. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we aandacht aan besteed. Konden mensen zich aanmelden om mee te denken over de inrichting van het parkje. Er is goed gebruik van gemaakt, dus dat is hartstikke leuk. Bureau Ruimte en Groen is samen met de bewoners aan de slag gegaan om na te denken over het parkje. Er is wat mij betreft een heel erg leuk inrichtingsplan uitgekomen waar echt wel ingezet is op kwaliteit. Zowel kwaliteit van het groen als kwaliteit van speelvoorzieningen. Dus wat hier beoogd is, het is een parkje wat met name gericht is op het spelen door wat jongere kinderen. Om gebruik te maken door de buurt, om elkaar te ontmoeten. Gewoon een hele leuke, eigenlijk compacte groene speelplekken midden in de wijk.
Dus dat is volgens mij een hele mooie toevoeging aan Klaverveld die hier gebeurd is. De financiering van dat park dat gebeurt vanuit de Europese subsidie wat wij krijgen. Zij betalen voor 60% de inrichting van beide parkjes, zowel hier aan de Bellefleur als verderop aan de Kershagen. Dat doen zij omdat wij extra aandacht besteden aan duurzaamheid, aan ecologie en aan participatie. En de combinatie van die drie aspecten die maakt het dat wij daar subsidie voor hebben gekregen. Dat we dus ook wat extra kunnen doen. Hè? Dat we het extra mooi aan kunnen kleden, zodat het gewoon een hele leuke, duurzame, beheersbare openbare ruimte gaat worden. Dus dat gaat volgens mij hartstikke leuk worden. Achter u, of achter mij ook, daar zien we de Vrijburgstraat, nou, net al wat over gezegd. Daar komen dus kliko's voor de afvalinzameling. Daar zullen nog werkzaamheden aan het groen plaatsvinden om dat op een goede manier ook te laten groeien. En gewoon af en toe eens stukjes ook bij te snoeien. Wat soms ook vast nodig is bij groen. In Klaverveld zijn er nog enkele vrije kavels te koop. Die zijn gelegen aan de Vrijburgstraat. Alle kavels aan de Bellefleur en de vrije kavels aan de Kershagen zijn verkocht. Net als alle kavels van de projectmatige woningbouw. Dus ook alle woningen zijn inmiddels verkocht. Dus dat is hartstikke mooi. We lopen de Kershagen weer op. Ter hoogte van de doorsteek. Dus de doorsteek die is gelegen eigenlijk in het verlengde van de Bellefleur. Zo over de Kershagen richting de Zomeracht. Dus een mooie centrale verbinding dwars door de wijk. De Kershagen wordt aangelegd met hetzelfde mooie gebakken materiaal als overal op de trottoirs ligt. Dus echt die mooie straatsteen. Dezelfde straatsteen die toegepast is in de tuinderij. Het wijkje wat hier even verderop is gelegen. Dus mocht u willen zien hoe het eruit komt te zien qua bestrating, rijd dan vooral even langs door de tuinderij. Dat komt er hartstikke mooi uitzien. We lopen ook langs de middenberm. Nou, nu nog vol met materialen. Ook hier wordt nog een beplantingsplan voor gemaakt. En dat beplantingsplan gaat uit van een mooie verdeling van verschillende typen bomen. Die zorgt dat het eigenlijk in de verschillende seizoenen gewoon een hele mooie, luxe laan wordt met een hele groene uitstraling. In die middenberm wordt ook het water opgevangen, zoals waarschijnlijk bij u wel bekend. Vanaf de kavels stroomt het water die middenberm in. In de middenberm wordt het opgevangen, gebufferd en afgevoerd naar de verschillende watergangen hier rondom Klaverveld. De bedoeling is om het groen, zowel in de middenberm als de oevers langs de Zomeracht en de Bellefleur, als in de parkjes, mee te nemen met de inrichting van de openbare ruimte dit najaar. Dus dat betekent dat de plantwerkzaamheden in de periode tussen november en januari uitgevoerd zullen gaan worden. Nou, inmiddels ben ik gearriveerd in het parkje langs de Kershagen. Dit is wat groter. Ook hier is weer samen met bewoners gedacht over hoe dat eruit komt te zien. Nou ja, het is duidelijk dat dit natuurlijk een fantastische plek is om die mooie zonsondergang te zien onder dat walgerslandschap. Dus ik denk dat velen van u hier toch tijdens een wandelingetje door de wijk eens even gaan stoppen om te genieten van dat fantastische uitzicht wat hier is. Dit parkje is dus wat groter. Hier komt ruimte voor wat grotere kinderen met name om te spelen. Dus een speelveldje komt er, verschillende speelaanleidingen. Dan moet u denken aan zo'n boom die omgevallen is waar je op kan spelen. En dat wordt weer net wat anders dan het parkje aan de Bellefleur, wat een meer besloten karakter heeft eigenlijk. Ik ben nu bijna weer aan het begin van Klaverveld. Ik sta hier bij een plaat op de vloer. Nou, dit is de locatie van de andere ondergrondse afvalcontainer. Die wordt hier geplaatst tijdens het woonrijp maken. We willen kijken we laten op korte termijn wel een tijdelijke container hier aanrukken. Zodat er hier gewoon ook het restafval ingezameld kan worden. Dat is wel benodigd. In de verschillende stukken die op de website staan, daar staat onder meer ook het verlichtingsplan. Het verlichtingsplan ziet u ook dat de verlichting in de Kershagen in de middenberm is gepositioneerd. En dat zorgt voor een optimale lichtspreiding aan beide kanten van de Kershagen. Maar ook zo min mogelijke uitstraling naar de tuinen en naar de woningen aan de Kershagen.
op dit deel van de Kershaven worden overigens geen bomen geplant. Het deel tussen, ja, tussen de entree van Klaarveld eigenlijk en de bocht. De reden daarvan is dat hier het grote riool van Vlissingen onder ligt. Dus bijna heel Vlissingen, als ze naar het toilet zijn geweest, dan loopt dat allemaal hier onder deze straat door. En daar kunnen wij geen grote bomen op plaatsen. Dus het wordt wel een groene inrichting, deel van de Kershaven, maar zonder bomen. Dus meer met wilde grassen en meer met struiken die daar aangeplant worden. Kijk, we zijn weer bijna terug. Misschien goed om nog even wat te vertellen over de planning. Ik heb al een aantal zaken genoemd. De bedoeling is om in augustus dus nadere informatie te verstrekken over de inrichting van de overige openbare ruimtes. Dus de oevers langs de Zomeracht en de Bellefleur en de Middenberm. En eventueel andere informatie. Wat ook binnenkort nog beschikbaar komt op de website vlissingen.nl/klaverveld fase 1. Dat is een tekening met de hoogtes van het openbaar gebied waarop u aan kan sluiten met uw oprit of uw toegang naar uw voordeur. Ik zal zorgen dat daar nog een aparte mail voor komt om u daarop te attenderen. En de planning, ja, augustus dus de ontwerpen. Dan worden in de maanden daarna ook de laatste woningen nog opgeleverd. En wat er dan gebeurt is dat na de oplevering van de laatste woningen, en dan denk ik aan de periode oktober-november, dan zullen wij vervolgens starten met de inrichting van het openbaar gebied, het woonrijp maken. Dat woonrijp maken gaan we zo snel mogelijk proberen op te pakken na de oplevering van de laatste woning. En dat gaan we uitvoeren in een maand of 4 à 5 verwacht ik. Zodat wij in het voorjaar van 2021 Klaarveld volledig gereed hebben. En dat er gewoon ontzettend fijn en netjes uitziet om te gaan wonen. Ik ben klaar volgens mij. Ik heb mijn ronde gedaan. Ik zal weer even naar het bord lopen. We hebben echt het hele rondje gedaan. Nog even bedenken natuurlijk of ik geen zaken vergeten ben. Ik moet u van mijn collega nog attenderen op het bestellen van de boom. Als u dat nog niet heeft gedaan. De boom die in uw tuin geplant wordt. En door u aangeboden door de gemeente Vlissingen, Zeeland Woden en AM Zeeland. Dus die kunt u nog aangeven op de website zoals die bekendgemaakt is in de mail van enige tijd geleden. En dan is het denk ik nog goed om u verder gewoon ontzettend veel woonplezier te wensen. Of heel veel plezier te wensen bij de voorbereiding op het betrekken van uw woning hier in Klaverveld. Ik hoop u na de zomer persoonlijk te ontmoeten, zodat we door kunnen praten. Kijk vooral op de website www.vlissingen.nl/klaverveldfase1 naar de verschillende documenten. Daar is ook de mogelijkheid om te reageren. Schroom niet om dat te doen. Wij proberen u zo snel mogelijk daar een reactie op te geven. Dan hoop ik u dus na de zomer te zien. En ik hoop voor velen van u dat het buitengewoon groene wonen hier in Klaverveld snel kan beginnen. En dat we elkaar snel weer kunnen zien. Hartstikke bedankt voor de aandacht en tot ziens.